Een schoorsteenbrand op woensdag 18 januari bij een huis aan de Nieuwe Weteringseweg in Groenekamp deed bij de brandweer alle alarmen afgaan. Naast de brandweer uit Groenekamp, Maartensdijk, Bilthoven, Utrecht werden ook de rietenkapspecialisten opgeroepen uit Laren en Blaricum. Gelukkig heeft de brand zich beperkt tot de schoorsteen, die het gedeeltelijk moest ontgelden. Maar de kap van de woonboerderij bleef behouden. Wederom ontstond er een kleine file op de N234. Wil je vaker video's zien van RoodTV? Geef dan hier een klik en op mijn YouTube-kanaal kies je voor abonneren.